Moet ik eerlijk toegeven, heb ik er helemaal geen zin. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pot, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. En wat ik kan zeggen is, ik ben klaar met editen. Dat is eerst voor mijn dag. Ik heb al laat in de avond geëdit. En het is nu bijna 8:30. En ik ga lekker een gordijn open gooien. Wat ik ook heb gedaan is, ik heb daar een raampje op laten staan. Ik kan hier lekker luchten, want ik voel nu dat het lekker fris hier is. Het ruikt lekker fris. Het is niet warm. En blijkbaar had ik gisteren warm, want ik weet wel dat gisteren had ik een nieuwe glijder over gehad. Ik heb voor eerst zitten zeten en ik was bang dat ik dacht, daar is het corona. Maar dadelijk heb ik het ook en dacht, nee, dat wil ik niet. Maar gelukkig niet, dat scheelt. Maar ik ga nu ook even lekker Ganja eten geven. Ga ik snel koffie drinken. En dan ga ik dadelijk met de IOP gesprek, want ik heb met begeleider IOP gesprek. Eerst even Ganja eten geven. Want die wil wat brokjes natuurlijk. En daarna ga ik even lekker koffie snel zetten. En dan zien we wel. Hoe de dag loopt verder. En wat ik ook weet dat ik vandaag om 12 uur moet beginnen om te werken. Tot 4. Dus dat vind ik wel even aan de ene kant lekker. Dat ik nou tot 4 moet. Want dan ben ik op tijd voor Gaia, maar die gaat denk ik ook denken van die gaat denk ik dadelijk ook denken, het is tijd om te eten. Dat het niet zo is dadelijk. Maar ik ga nu even klaarmaken om lekker wakker te worden en lekker bakje koffie te zetten. Dus dat ga ik dan lekker niet doen. En toen had ik een IOP gesprek gehad en dat ging perfect. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik ga klaarmaken omdat ik ook nog te werken. Ik moet plaats van, wat ik misschien heb ik gisteren ook al gemeld, van plaats van 1 uur moet ik 12 uur beginnen met werken. En dan ben ik 4 uur klaar. En ben wel benieuwd hoe Gaia dan gaat reageren als ik eerder thuis ben. Ik weet zeker dat hij dan gaat mouwen. Dus, maar ja, we gaan het zien dadelijk. Als ik klaar ben. Dus, waarvoor de reden is dat ik nou eerder moet beginnen. Omdat ze nu wil verdelen qua teams in blokjes. Omdat anders te veel medewerkers lopen in de winkel. Dus dat is de reden ervan. En dan kan ik heus wel begrijpen. En dan ga ik daar vanavond ook klaarmaken om te eten. Want ik weet al wat ik ga eten vanavond. En dat is kip kandoori. Ik heb er nu al trek in. Ik moet alleen even water vullen, dat weet ik nog. Dus ga ik dat zo meteen doen. En dan ga ik ook nu klaarmaken. Over een uurtje richting werk. Voor 5 minuten is het al 5 uur. En ik ben... Eindelijk heb ik weekend. Ik zit twijfelen. Of een bakje koffie. Of lekker een biertje. Ik drink wel eens en ik wil even tegen jullie melden. Drink pas als je ouder bent dan 18, want je wordt gecontroleerd natuurlijk. Maar ik ga denk ik toch voor de tweede. Tweede, ja. Dus, en daarna ga ik even Gaia eten geven voor een paar minuutjes. En dan ga ik lekker op de vensterbank zitten en lekker van de zon genieten. Want wat heb ik daar zin in? En dan kan ik nu weer lekker tijd gebruiken. Dus ik ben lekker 4 uur klaar met werken. En wat ik eigenlijk ook wel gelijk wil zeggen is, ik zou natuurlijk kaart krijgen van Sander. Dat had ze gemeld tegen mij. En ik heb zitten kijken. En Ganja wil wel eten. Die denkt dat ik, word ik al verwacht. Had ik al gemeld. Dat ik, als ik eerder thuis zou komen, dan Ganja al verwacht. Dat ik die eten zou krijgen. Maar over pas 5 minuten krijg je eten, Ganja. Ja, 5 uur. Ja? Hey, 5 uur. Krijg je eten. Goed? Dus, ik ga nu dan even dadelijk over een minuutje kan je eten geven. En dan ga ik dadelijk keer op de vensterbank zitten. En genieten van de zon. Daar heb ik het bijna nu al aan toe. Ja, want ik ben een beetje klaar met werk. Normaal zeg ik wel eens dat ik geen zin heb om te werken. Maar nu ben ik erachter gekomen dat ik eigenlijk al heel lang
wel naar mijn zin heb op mijn werk. Dat ik nu echt zo positief van zie. Maar door dit gedoe, door deze crisis, moet ik eerlijk toegeven, heb ik helemaal geen zin meer om te werken. Helemaal totaal niet. Normaal zeg ik al eens, ja, ik heb er helemaal geen zin in, maar nu besef ik pas dat ik nu helemaal geen zin meer heb. Ik heb geen plezier meer om eigenlijk te werken. En waarom niet? Doordat eigenlijk... 1. Klanten. Sommige klanten, ik wil niet iedereen een kans geven, maar sommige klanten echt geen rekening mee houden om ruimte te geven en om 1,5 meter afstand te nemen, dat gebeurt gewoon niet. En wat ik ook merk op mijn werk is, dan ga ik een stapje achteruit. Dan zit ze ineens constant, dan zit ze ineens raar aan te kijken van... En ja, denk ik, ja, maar gezondheid, ga voor. En dat kan ik je mededelen. Ik zit nu helemaal in de gevarenzone. Waarom? Dat is... nu voelt voor mij dat het heel erg dichtbij is. Waarom dichtbij? Nou, ik kan je vertellen. Een van mijn collega, de familielid, ik wil niet aangeven wie het is, is overleden aan corona. Waarschijnlijk symptomen. Laten we zo zeggen, symptomen van corona. En ja, en de collega hebben wel een soort van, ben ik best wel, is vaak wel te zien op mijn werk. Dus ik, ja, ik zit in de gevarenzone. En hoe ga ik dat oplossen? Nou, ik heb mijn begeleider al doorgegeven en die gaan mij al in de gaten houden nu. En dat vind ik heel erg fijn. Wat ik ook heb gedaan is gelijk, wat ik eigenlijk eerst niet had, is een thermometer aangevraagd. Minstens dat is mijn moeder achteraan. Dus als het goed is, krijg ik die om mijn verjaardag binnen. Dus 12 april. En voor mij is het nu 10 april. En voor jullie duurt natuurlijk 13 april. Voor jullie heb ik hem binnengekregen. Dus, maar dat is 15 april om te zien. Ja. Ik ga me nu voor mezelf heel goed opletten hoe ik me ga voelen. En dat ga ik zeker doen. Ik hou mezelf sowieso in de gaten. En wat ik eigenlijk ook wil aangeven. Ik hoop dat jullie geen zorgen maken. En wat ik wel kan mededelen, hou jezelf goed in de gaten. Dat is de ene kant ik wil zeggen. Ik ben benieuwd. Ik voel me, kort ik ook kan zeggen, ik voel me nu op het moment gezond. Dus moet ik nog even afkloppen. Ik voel me gezond. En ik hoop dat het erbij blijft. Dus afwachten. Ik hou mezelf in de gaten. Dat is wel het enige wat ik kan doen. En nu ga ik daar lekker van nog een zonnetje genieten. Laat ik dat even. Oh, dit zit hier lekker muziekje. En dan staat alleen even zachter. Zo, oh, dit is het even heerlijk. Om lekker van de zon genieten. En dan lekker niks doen. Lekker kijken, denken. Het is even lekker wat ik nu even vind. Lekker denken. Geef me nu even lekker rust. Oh, het is heerlijk. Oh, man. Hier ben ik even wel aan toe. Lekker van de zon genieten. Lekker hoofd leeg maken. Hoe doe ik dat? Gewoon naar de zon kijken. En op die moment alles lekker los te laten. Ja, moet ik, ja, dat helpt me wel. Dat helpt wel. Dus, en nu maar dadelijk even ga ik naar beneden. Want waarom ga ik naar beneden? Als Sanne had de post gestuurd natuurlijk, wat ik al zei. Maar toen ik thuis kwam, had ik het nog steeds niet binnen. Dus, en zo te zien, dat is, je kijkt een beetje moeilijk, maar dat komt door de zon. Maar dus ga ik dadelijk weer kijken. Want ik ben benieuwd wat er in de kaart heb gezet. Want als het goed is, heb ik de kaart gestuurd. En ik denk dat ik veel meer post krijg. Ik ben benieuwd hoeveel ik krijg. Of ik een verjaardag krijg, of morgen kaarten. Of overmorgen natuurlijk. Als ik echt jarig ben. En heel veel mensen gaan naar die kant op van het restaurant. Waarom weet ik ook niet. Zit ik nu te kijken. Oké.
Ik weet wel, ik weet niet of hun dat doen, maar afstaal moment. Ik ben benieuwd. Maar, dus dan ga ik dadelijk even naar beneden. Ga ik even kijken of ik kaart binnen heb gekregen. Nu lekker muziek luisteren. Het stond een beetje te hard, denk ik. Maar ik ben benieuwd of ze er binnen is gekomen. Toen ik net zat te kijken wat ik al zei. Ik heb toen ik naar mijn werk ging, heb gekeken. Toen ik uit mijn werk ging, heb gekeken, een uur of vier. En dan ga ik zo meteen even kijken weer. Dus ik ben benieuwd. En kan je ook net eten gegeven. Nu lekker op de vensterbankje. Lekker van het weer genieten. En ik hoop dat jullie ook van gebruik hebben gemaakt op vrijdag. En ik ga zeker, hopelijk, ben benieuwd. Of deze weekend allebei ook heerlijke zonnetjes. Dus op zaterdag en zondag. Maar dat komen jullie morgen wel te zien. Morgen is het dus zaterdag voor mij. Voor jullie dinsdag. Natuurlijk. Nu maandag. En we gaan het even afwachten. Dan ga ik daar naar beneden. Laten we maar eten gaan maken. En dan ga ik dan eten uit de koelkast halen. En dan ga ik lekker eten. Kip kandoori. Die kreeft ook op pad. Nou, ik kan een paar dagen mee doen. Twee dagen mee doen, denk ik. Nu ga ik dan even opwarmen. En dan ga ik lekker kip kandoori eten. En dan ga ik lekker achter de computer, denk ik, YouTube kijken. Dus laten we het even lekker doen. Even lekker op gemak. YouTube kijken en dan eten. Eten zit nu in de magatron. En ik heb eigenlijk al net van tevoren gekeken in de postvak. En nog steeds niet in mijn postvak. De kaart. Misschien komt er morgen, ik weet niet wat aan de hand is. Misschien is er iets. Maar ik ga morgen even kijken. Want morgen moet ik sowieso... ben ik iets verplannen, maar dat ga ik morgen vertellen. En dan ga ik nu lekker achter de computer. Ga ik lekker YouTube kijken met eten erbij. Dus, en daarna misschien afwas, maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval eerst even eten en YouTube aanzetten. Dit is even een dag dat niet even mee zit met mij. Waarom niet? Vandaag op 10 april is mijn camera overleden. Het beeld doet ook niet meer. Ik kan het daar even laten zien aan jullie. En het is er wel ongelooflijk bepaalde wel van. Ik heb mijn moeder geprobeerd te bellen, want ik kan niet zelf... Kijk, de beeld gaat niet meer aan. Zoals jullie zien. Dus hij is echt overleden. Het begon eigenlijk met de simkaart die niet inging. En daarna begon het met dat de beeld niet deed. Ja, ik baal er ongelooflijk heel erg van. En nu vlog ik met mijn telefoon. Er zit geen andere keuze op. Dus ik ga nog proberen. Ik ga gelijk even kijken hoe met mijn camera zit. Ik ben nu iets gedaan. Maar nogmaals, ik baalde hier echt enorm van dat deze vlogcamera kapot is. Beeld doet het niet zoals jullie zien. Even kijken. Geeft hij wel aan dat hij aan staat? Ja. Boom. Aan. En geen beeld. Ja. Bouw ik het op, maar... ik kan je vertellen dat... ik net weer een nieuwe besteld heb. Gelukkig. Maar ik heb een hele slimme optie. En dat is deze... batterij. Als je eruit wil. Die kan ik bewaren. Want ik heb een camera, dezelfde camera nou gekocht. Maar dan kan ik deze batterij gebruiken. Dus kan ik deze bijvoorbeeld opladen. Als bijvoorbeeld eentje batterij leeg is. Dan kan ik weer een nieuwe gebruiken. Ik heb vlog met mijn hele oude telefoon. Sorry als de beeldkwaliteit slecht is. Sorry dat dit allemaal gebeurt. Maar ik kan er ook niks te doen. Dat de camera ineens kapot is. Nu maar afwachten. Wanneer die binnenkomt. Want ik zit met leesdagen met door dit situatie is het zelfs ook dat leefbaar langer gaat duren. Maar wat ik eigenlijk ook wil zeggen, ik ga dan hier ook gelijk de vlog bij afsluiten. Morgen weer een dag, morgen alweer voor mij gevoel 11 april. Ja, het gaat enorm hard en ik hoop dat hij morgen binnenkomt. Maar we gaan het morgen allemaal zien hoe het gaat. Dus... En als het goed is, kan ik ook nog een melding binnenkrijgen. Wanneer hij binnenkomt. Dus. Maar ja. Nogmaals, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog.
Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zal het super tof zijn als je je beneden abonneert. En super tof reactie achterlaat. En dan zeg ik alvast veel kijkers in GroenHeel vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij later. Ik heb een vraag hier. Ik ben een kwartje kwijt. Ik ben vandaag bij 20 minuten. Ik zoek mijn kwartje. Ik kan nergens vinden. Heb je hem meegekomen? Hey Sander, gefeliciteerd met de verjaardag, jongen. Ah,